Hoi, welkom bij een nieuw deel van de Stardew Valley Hilltop Farm. De keul is klaar om te worden geoogst en daarvoor heb je een zaais nodig. Ik heb ondertussen een vogelverschrikker gemaakt, een scare drill, want ik had allemaal last van vogels die mijn zaadjes aan het opeten waren en daar was ik niet zo blij mee. Daarnaast heb ik een kat gekregen, ik heb hem maar Binky genoemd. Hij zit hier, hoi Binky. Ik zal wat water geven. En ik heb de parsnips namelijk al gedaan. Ik ga het in de fan gooien. Zo. En dan hebben we lekker wat nieuw eten. Oh, morgen is het eggfestival alweer. Dat gaat snel. En verder wil ik deze dag even gaan benutten voor het community centrum. Ik heb namelijk al aardig wat bij elkaar gesprokkeld. En die gaan we nu even meenemen. Daarnaast moeten we ook nog even langs Gunther. Dus op naar het community centrum. Als je het over de duvel hebt, hier is het community centrum. Hier heb je Major Lewis. Hi there. Wat een highscore. Ja, daarom vind ik het zo zonde dat deze weggaat. Want die JoJo Market vind ik echt niet leuk. Je betaalt er gewoon rete veel geld voor. Maar je betaalt alleen maar meer en meer en meer. Je krijgt er eigenlijk heel weinig voor terug. Ja, je kan het afkopen. Nou, daar hou ik dan weer niet van. Dus we gaan lekker deze houden en het op deze manier doen. Alleen het nadeel is dan wel dat het de greenhouse heel lang gaat duren. Maar goed, misschien ook niet. Ik wil in ieder geval zoveel mogelijk geld verdienen in de lente, dus deze spring. Want hoe meer we verdienen, hoe beter het wordt. Alrighty. Oh, oh, oh. Vincent en Jazz, al die poppetjes. What? Het is weer weg. Major Lewis, ik zag het echt. Maar het is weer weg. What's the matter? Are you ill? No, ik voel me prima. Ik zie alleen dingen die er niet zijn, of wel zijn, die jij niet ziet. You saw something, hmm? I wouldn't be surprised if this place was full of rats. Nee, het waren echt geen rat. Hier heb je weer zo'n ding. Oké, okay, Major Lewis. Zeg nou maar gewoon wat ik doen moet. Ik weet het namelijk wel. Look at things. Alright, ik skip this. We weten het toch wel. Hup, naar het community center. Again. Oké, daar zijn we. En het is tijd om hier onze eerste dingen heen te brengen. En dat kan natuurlijk niet. Want wij kunnen helemaal niet lezen wat het is. Dus, dat ben ik helemaal vergeten. We moeten natuurlijk eerst naar die wizard. Ja, we moeten eerst naar de wizard. Nou, als we onze dag daarin toch willen gaan besteden, laten we dat dan direct maar doen. Oké, de tovenaar was locked. Dus ik heb maar besloten om gewoon naar huis te gaan. En dit is wat we nu hebben verdiend met het keel en de parsnip. Kijk, echt nice, 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 nice. En daarmee komen we totaal op 2000. En dat is leuk. We gaan nieuwe zaadjes kopen. En ik ga denk ik gewoon voor parsnip, omdat het duurt maar 4 dagen. Laten we eens even kijken hoe het erbij staat. Niet heel best meer. Maar dat geeft niks. Dan maken we gewoon even weer land erbij. Zo, zaadjes ophalen bij Pierre. Helemaal vergeten, het eggfestival is vandaag. Dus ik kan niet naar Pierre, dat is echt balen. Dus ik denk dat ik gewoon nog 1 keer hierna parsnips doe. En dan, I'm poking around. Why don't you pay me a visit? Weet je, waarom doen we dat nu niet? Laten we naar de wizard gaan om het community centrum te unlocken. En natuurlijk, het eggfestival is, dus ik kan niet naar de wizard. We gaan maar een dagje slapen. Het regent, dat is heel fijn. En wat ik nu moet doen is gewoon wachten totdat ik naar de winkel kan om een paar snipzaadjes op te halen. We kunnen naar Pierre en ik koop direct even 40 paar snipzaadjes. Ik weet niet hoeveel geld ik dan overhoud.
Ik ben namelijk niet zo goed in rekenen. Ik koop er nog 20 bij. Oh, nou 21. De rest hou ik. Die gaan we gauw even planten. En alles is geplant. Tijd om de tovenaar even een bezoekje te brengen. Ja, we zijn bij de wizard. Come in. Nu gaat hij het hele verhaal vertellen over... Nou ja, hoe je dus het community centrum krijgt. Keeper of the secret, weet ik veel. In elk geval, hij heeft hele mooie verhalen. En wij gaan even wachten. Totdat hij het community centrum voor ons unlockt. Oké, we hebben het community centrum unlocked als het goed is. Ik ga nu even richting onze farm lopen. Om al de verzamelde items op te halen en daarheen te brengen. We zijn in het community centrum. En als het goed is, moet het nu lukken. Yes. Spring. Hop. Oh, die had ik al ingeleverd. Die. En. Hoppa. De eerste bundel is compleet. En wat krijgen we? Springzaadjes. De construction bundle. Die voor de winter, de exotische, summer en fall. En nu wordt als het goed is nog een nieuwe geopend. En ik hoop dat dat voor het farmen is en zo. Oh, er worden er meteen nog veel meer gedaan. En het vis. En als het goed is... Kijk eerst even snel hier. Ja, spring crabs. Die moet ik dus nog wel allemaal maken. En deze is dus voor de greenhouse. Dus we moeten even hard aan de bak. Maar ik denk dat ik de greenhouse pas in jaar 2 ga ontvangen. Eerder gaat hem niet worden, denk ik. Maar hier heb je de fish bundle. En kijk. Want wij kunnen die inleveren. En wij kunnen die inleveren. Bam! Terug naar ons huisje. We zijn 4 dagen verder. En al mijn parsnips kan ik oogsten. Ik hou er 1. Want dat is het allermakkelijkste. Want die heb ik nodig voor het community centrum. Nou, hier gaan we wel weer lekker veel aan verdienen hoor. Hoppatee, even alles oogsten. En wat ik eigenlijk gedaan heb, ik heb heel veel mazzel gehad, want het regende 2 dagen van de 4. En daarnaast, ik heb maar 1 keer echt water hoeven geven. Nou ja, daarnaast ben ik gewoon daarna direct gaan slapen eigenlijk, want dat gaat het allersnelst. Qua tijdsbestek, als je snel rijk wil worden in het eerste jaar. Ik hou er 1. En dan gaan er 60 in de fan. En lekker op tijd slapen. Kijk, level 2 farming. Craft and Repetency, Stone Fans. Ik kan een mayonaise en ik kan mijn eerste sprinkler maken. Level 3 farming. Water can. En ik kan speedbro maken. En daardoor gaat alles sneller. En ik heb een farmers lunch. Oké, wat hebben we verdiend? 2000. Lang niet gek. Je verdient dus per parsnip ongeveer 43 goudstukken. Oké, ik moest even wachten voordat ik bij Pierre naar binnen kon. Oh, let op. Dit is dus die Jojo Market quest waarschijnlijk. Dan komt die man zo binnen. En die gaat je dan vertellen dat je Jojo Market, dat soort onzin. Hij dus. En dan loopt iedereen weg. Maar het kost dus heel veel geld. Ik kies ervoor om het niet te doen en het via de wat moeilijkere weg te doen. Maar wil je dus echt heel snel geld verdienen. En je wil ook heel snel alles unlocken. Dan moet je het wel doen. Maar ik zou het dus niet doen. Ik skip hem dan ook. Zo. Arme Pierre. Wij gaan nog voor 50 parsnipzaadjes. Denk ik. Zo. En ik heb nog vet veel geld over, maar dat geeft niks.
Want als ik het goed berekend heb, dan kan ik nog hierna nog één keer opnieuw parsnip doen. Dus we gaan ze weer oogsten, planten en een hele mikmak en dan gewoon weer slapen. Alles is geoogst, gewaterd. Ik had er veel meer kunnen kopen. Dus ik denk dat ik er nog wel 60 of 70 had kunnen kopen. Ik denk 65 of zo. Voor de volgende keer. Ik ga weer 4 dagen slapen. We zijn weer 4 dagen verder. Het enige wat ik gedaan heb is water geven en weer slapen. En ik denk dat we nu gewoon, oh mijn inventory is vol, 5 minuten verder zijn in speeltijd. En ik kan alweer de nieuwe batch met parsnip gaan oogsten. Oh, dat wou ik niet. Hartstikke fijn. En dan gaan we hierna nog 1 keer zoveel parsnip kopen. En oogsten, planten, zaaien, de hele mikmak. En dan is het al zomer. En ik moet zeggen jongens, het is misschien een beetje een snelle manier van spelen. En als je heel erg graag meer uit de game wil halen. Dan begin je anders. Oeh, ik heb mijn eerste gouden parsnip. Die moet ik houden voor het community centrum. Oké, even kijken hoor. Er gaan 49 parsnips erin. Oh, tomorrow is the flower dance. Hartstikke mooi. Daar hebben we nu geen zin in. Eigenlijk had ik dus nu ze beter aan Pierre kunnen verkopen. Nu moet ik even gaan uitrekenen. Ik loop even naar het dorp om te kijken of ik het nog 4 dagen kan. Want als ik nu nog 4 dagen parsnips kan doen. Jawel, het kan. Ik heb natuurlijk gewoon nog geld. Oh, wat dom. Ik heb gewoon nog geld. Dan halen we nu gewoon direct nieuwe parsnips op. Want ik ben altijd heel erg slecht. 1, 2, 3, 4. Yes, op Emily. We kunnen hem nog 1 keer doen. Oh ja, en we moeten nog even wachten. Zo vervelend, dat wachten. We zijn bij Pierre en ik ben ondertussen al begonnen met het kopen van parsnips. Ik denk dat ik er 60 ga kopen. Hopsatee. En ik hou nog steeds geld over en we gaan ook nog geld verdienen. Dat is echt super nice. En oh ja, het is vandaag oudjaarsdag als ik dit opneem. En er wordt hier voor mijn huis heel veel vuurwerk geknald. Ik hoop niet dat jullie het horen. In elk geval sorry daarvoor. Als je het wel hoort. Oké, deze parsnip gaan we even oogsten. Gaan we planten. We wateren. En that's it. Dan ga ik weer 4 dagen slapen. Wat een leven zo, hè? Dan wordt het spel wel een stuk sneller, word je rijk hoor, jongens. Ik vind het superleuk. En uiteindelijk, wat ik wel nog wil met deze farm, is wel dat het een mooie farm layout krijgt. Hè, dat er uiteindelijk dieren bij komen. Dat we wel. Nou, dat ik veel kan verbouwen. Dat soort dingetjes. Maar eerst zo snel mogelijk rijk worden. Want dat vind ik nou echt een ultiem doel om te halen met Stardew Valley. Iets wat ik gewoon echt nog heb willen doen in Stardew Valley, zeg maar. Alles is bewaterd. We gaan weer 4 dagen slapen. En dit is wat het me opleverde. Hoeveel waren er net er? 59 parsnips. Best leuk. En jawel, ook. Nu is het weer 4 dagen verder. En we hebben de parsnips. Ik ga ze lekker allemaal oogsten. En wat ik ook nog even wil doen, is even kijken hoe het bij mijn spul is. Want ik moet natuurlijk koper hebben. En kool. En geodudes. Waarom moet ik die hebben? Oké, koper 1. Omdat je er ijzer en goud, iridium. Nou ja, daar kan je dus bars mee smelten. Zo, we hebben alles geoogst. 60 bars. Nou, ik ga er weer 49 verkopen. Want irritant hoor, die steen daarvoor zit. Maar ik ga even 49 ervan verkopen in de band. Dat ga ik nu meteen even doen. Heb dat ook weer gehad. En die andere hou ik voor het community centrum. Zo, want daar heb ik 5 van nodig. Kijken of ik via deze weg
naar de... dat mijn spul kan komen. Er zit alleen een steen in de weg tot nu toe. Oh, ik wil daarheen. Hoe kom ik hier? Ik moet ook echt... daarom wil ik daarheen. Ik moet namelijk mijn tools upgraden. En dat kan alleen als je dus koper hebt, een ijzer en die hele mikmak. Maar nou moet ik dus echt helemaal via deze route. Wat een gedoe. Ik moet ook maar snel paadjes maken of zo. Iets in die richting. Hoppa. Ja, hier moet ik dus heen naar de carry. Maar ik kom daar gewoon eens niet. Omdat het allemaal vol is met stenen en zo. En ik kan pas met een... volgens mij met koper kan ik dit pas wegkrijgen. Of kan ik deze wegkrijgen? Kan ik er dan langs? Nee jongen, ik help. Ik kan er gewoon niet meer heen. Het kan wel, maar dan moeten we helemaal omlopen. Laten we dat maar even doen. Oké, ben er aangekomen en het staat alweer lekker vol met stenen. Dus die ga ik allemaal even omkappen. Want ik wil mijn mining niveau omhoog hebben. Een geodude. Oh, chips. Mijn inventory is vol. Want ik moest natuurlijk onderweg heel veel kapot maken om hier weer te komen. Wat een gedoe. Ik moet dus helemaal omlopen nu. Dus het echt... hopelijk heb ik snel genoeg ijzer. En je hebt voor... of wat is dit? Koper bedoel ik, jongens. IJzer. Wat loop ik naar het zeuren over ijzer? Dat heb ik nog helemaal niet. Koper. Je hebt 15, iets van 30 of 40 uit mijn hoofd berekend. Heb ik nodig om in elk geval mijn axe te kunnen upgraden. En als ik mijn axe upgrade, dan kan ik die boomstronken weghalen. Nog even deze. Hapsatee. En ik zie hier wormpjes. Het is altijd leuk om wat klei te hebben. Nog meer wormpjes hier? Nee. Oké. Nou, dan gaan we weer terug naar ons farmpje. Tenminste, ik hoop dat ik er terug kan komen. Ik hak nog even wat extra stenen om. Nee, wel belangrijk. Oh, lukt het me? Ik denk het niet. Hé, ja, ik kon er dus wel komen. Ik heb gewoon de verkeerde afslag genomen. Stom. Maar goed, dit was de lente. In de volgende aflevering kom ik bij jullie terug als het zomer is. En dan gaan we beginnen met nieuwe zaadjes en natuurlijk nog meer verdienen. Ik ga nou van nu op bed, want dan kunnen we dus zien wat ik uiteindelijk deze lente bij elkaar gesprokkeld heb. En dat is level 4 farming. Bam! Provisioner, beter, beter, beter. Yes, mining. Level 2 kan hun staircase maken, dat is belangrijk. En 2000 erbij. Bam. Dat betekent dat ik ook een suitcase kan kopen. Een uitbreiding van mijn backpack dus. Super fijn. Ik zie jullie in de zomer. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer. Doei doeg!